Het is duidelijk. Het virus heeft ons allemaal heel hard getroffen. En het virus kent geen grenzen, dus we moeten de crisis over de grenzen heen aanpakken. Maar lukt dat wel? Kunnen we zowel onze economie als onze gezondheid redden? Ik denk dat ik veel vragen heb, maar jullie ook. We gaan gewoon op zoek naar antwoorden. Ik heb gehoord dat we al beginnen met vaccineren. Ik vraag aan professor Peter Pjot hoe dat zo snel is kunnen gaan. Nog nooit hebben we zo snel een vaccin kunnen ontwikkelen tegen een nieuwe infectie. En dat is eigenlijk het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek, grote inspanningen door de farmaceutische industrie. En het is ook dankzij de Europese Commissie dat er nu genoeg vaccins zullen zijn voor elke burger in Europa. En op 27 december is het vaccinatiedag in Europa. En laat ons hopen dat dat het begin van het einde is van deze verschrikkelijke pandemie. Om onze economie te helpen, riep Europa het SURE-programma in het leven. Wat dat precies is, vraag ik aan Monica de Jonge. Het SURE-programma werd in het leven geroepen door Europa met de bedoeling om de lidstaten financieel te ondersteunen en eigenlijk vooral gericht op het behoud van de werkgelegenheid. En door het systeem van tijdelijke werkloosheid kunnen werkgevers die op een moment eigenlijk geen werk hebben, de mensen tijdelijk op dat stelsel zetten. Maar aan de andere kant ook ervoor gezorgd dat men aan de werknemers bijkomende vergoedingen geeft, zodanig dat voor hen koopkracht blijft behouden. Professor Herman Goossens leidt het Recover-project. Maar wat is dat precies? Ik vraag het hem. Het Recover-project is een Europees project waarbij wij samenwerken met de beste experten op vlak van onderzoek naar deze pandemie en waarbij we ook kijken naar vaccinatiestrategieën. Hoe schat u de toekomst in? Ik besef zeer goed dat heel veel mensen lijden onder deze pandemie. Toch denk ik dat we in Europa beschikken over de nodige kennis, over de veerkracht en ook over het uithoudingsvermogen om hier samen uit te komen. Op vlak van wetenschappelijk onderzoek hebben we een enorme vooruitgang geboekt en daar ook gaan de mensen de vruchten kunnen van plukken. Ik heb mijn duidelijke antwoorden. We hebben een vaccinatieplan, voor onze economie wordt gezorgd en we hebben een exitstrategie. Dus ik ben ervan overtuigd dat we deze crisis kunnen overwinnen. En niet alleen op regionaal en nationaal niveau, maar met z'n allen samen over de grenzen heen. Want samen staan we sterker.